Tot volgende week, meneer. Def! Oh, die is goed. Ja! Serieus. Dames en heren. Ik zie allemaal hopelijk blije gezichten vandaag. Want het is Stefanio. Hallo. Ja, het is echt ongelooflijk. Hij lult gewoon door. Dit is echt ongelooflijk. Stefanio! Oh! Ja, dit is echt niet... Wat doe je? Sorry. Ik ben blij dat je sorry zegt, maar ik denk ook dat je het meent, of niet? Het was een reflex. Ja, je kijkt mij nu aan, maar ik ben hier niet blij mee, Stefanio. Serieus? Ik ga stuk. Ja, ik ga stuk. Ik ben stuk aan het gaan hier. Sorry. Ja, dit... Sorry. Ja. Nou, ja, maar serieus, ja, we kunnen een lach op doen, maar wat is dit? Liefde. Liefde, ja, ik stel me open voor jouw liefde. Ja, oké, okay, nou, ja, er wordt om gelachen, maar blijf maar, meen het serieus, want je zit te praten, jullie trouwens ook, hè, want ik was al aan het les aan het geven. Ja? Sorry. Ja, oké, okay, nou, dus vandaar dat ik dat doe, hè. Normaal als je leraar slaat, dan heb je meteen een schorsing van een half jaar aan de broek hangen, maar... Het ging echt per ongeluk. Het ging, ja? Ja. Ja, en dan komt die lach erachteraan. Ik ga ervan uit dat je niet bewust mij sloeg. Goed, fijn dat Stefanio sorry zegt. Dat is ook wel een mooie les, toch? Ja. Dus daar krijg je weer een schouderklopje voor. Alsjeblieft. En nog een schouderklopje, omdat je mij ook zo schuldbewust aankijkt. En nog een schouderklopje, omdat je het ook allemaal heel serieus neemt. Ik neem het serieus. Zijn we erbij? Ja, Nicolai, ben je er ook bij? Ja? Ja, goed zo. Nou, dat was even... Wat is er vandaag? Ja, nou gaat de stemming weer naar beneden, hè? Want wat is er vandaag? Toets. Nee. Ja. Anita, alsjeblieft. Nee, het is... Echt wel. Nee, echt niet. Nee, dat is volgende week, meneer. Nee, echt niet, toch? Serieus. Klas. Nee, echt niet. Nou, je hebt... Aan de ene kant heb je gelijk, want het wordt namelijk uitgesteld, de toets. Hoezo? Yes. Hoezo? Kijk eens aan. Ja, ik ga even wat uitleggen. Ja, mag ik even uitleggen? Namelijk, wij zouden nu de toets hebben. Nee. Ja, wel. Maar het is namelijk zo dat de toetsen bestaan met meneer Van Heumen. Heb ik afgesproken dat we de toets volgende week gaan doen. Omdat we dan tegelijkertijd kunnen doen. Dus dat scheelt ons tijd. Jullie hebben nog een weekje extra om te leren. Dus het is een en al feest, toch? Dan leer ik een keer voor een fucking toets en dan vervolgens wordt hij uitgesteld. Nee, dat was volgende week. Volgende week vergeet ik hem weer. Ja, nee, ja, je hebt nou een week meer de tijd om je toets te leren. En zoals ik en Roemie dus gisteren voor niks zitten stampen. Ja. Heb jij zitten stampen? Ja. Ja? Ik heb 2 dagen gedaan over dit hele zomerhoofd leren. En dan... Ja, maar dan heb je nu nog een week om die kennis tot je in te laten dalen. Meneer, volgens mij heeft hij die toets gewoon helemaal niet gemaakt. Daar zie ik je ook nog wel voor aan, dat hij dan zegt... Heel stil bij de volgende week. En dat hij gewoon niet gemaakt. Ten eerste, je doet me heel slecht na. En ten tweede heb ik de toets wel gemaakt. Wilt u een bewijs of niet? Want ik heb hem hier bij me. Nou, laat me zien. Ja, laat me laat zien. Me zien. Oh. Ja, ik kon zijn soldaten zien. Ja, kijk eens aan. Ja, ik ga hem natuurlijk niet helemaal zo laten zien. Dit is hem. Wat is de eerste vraag? Dat ga ik jullie zeggen. Dit is de toets en die gaan we volgende week dus doen. Dus we gaan nou andere dingen doen. Zoals? Zoals? Goeie roem. Dansen! Dansen! Ja! Stefanio geeft dansles. Speciaal voor u. Ik kan wel dansen. Kijk, ja. Om het goed te maken. Ik kan twerken. Of hoe doe je twerken? Hallo. Meneer, u laat een bruine streep achter op het bureau. Ik heb een ander idee. We maken er gewoon... Kijk, dat is dus improviseren. Hè? We maken van dit uur een mentoruur van. Ja, want jullie zijn ook mijn mentorklas. Kennen jullie het spelletje moordenaartje? Ja! Ja? Ja! Ja? Ik ga straks naar buiten, dames en heren. Ik ga straks... Tess!
Sorry hoor. Zo, dat klinkt wel lekker. Ik ga straks naar buiten heen en jullie spreken met de klas. Dus het gaat over samenwerken. Een teken af. En dan moet ik als leraar ontdekken van, hé, wie geeft dat teken? Hoe zit dat in elkaar hier? Ja, leuk idee. Fantastisch. Fantastisch idee. Dus, ik ga naar buiten. Verantwoordelijkheid voor jullie, hè? Ja. Maar even weg. Goed. Ja, dag. Volgens mij gaat hij gewoon rukken. Ik weet het niet. Ja, ik weet niet wat hij wil. Turk op de wc. Wat ga jij doen? Oh, die is goed. Maak foto. Ja, wacht. Ja, doe jij, stuur in de groep. Ja, ik ga hem in de groep sturen, jongens. Want dat is volgens mij ook een fucking makkelijke toets. Maar één ding is wel heel belangrijk. Zorg ervoor dat je fouten maakt, anders valt het fucking erg op natuurlijk. Ik ga geen fouten maken. Dat is een beetje dom. Dat is fucking erg op. Zo, ja. Is er al een teken of niet? Dat ik hier allemaal lekker hoop roesemoes hier. Ja. Ja of nee? Want dan kom ik erin. Nee, nog niet. Nog niet. Ja? Nog één minuut. Ja. Maar wat gaan we doen? Oké. Jongens, het teken is bij de jongens. Nee, bij de meisjes. Bij de meisjes gaan we doen. En dan hey bij de jongens. En dan gaat bij gaat gewoon elk meisje zoeken. Dood. Als Hoefie het zegt. Bij hey gaan alle jongens dood. Ja, nu moet het klaar zijn. Oh, leuke opdracht toch? Ja, toch? Fantastisch. Dit is niet alleen een spelletje. Dit spelletje zegt wat over samenwerking. Hoe de groepsdynamiek in elkaar zit. Ik ben benieuwd. We gaan beginnen met spelletje moordenaartje. Lastig. Nog niemand dood. Serieus. Wat is het teken? Dames en heren. Vorige week toets gemaakt. Ja. En ik zat in de leraarkamer. En ik zat met zo'n grote dikke grijns. Ja. Echt met een grijns van oor tot oor. Want echt heel goed gemaakt. Echt? Ja, echt heel goed. Maar natuurlijk, altijd meer. Nee, echt serieus. 8, 9, zelfs 1, 10 bij. Wat? Wow. 10? 10, alles goed. Ja, dat raad u nu nooit, maar daar kom ik straks bij. En ook 1, 5. Dat zou 5. Er is ook 1, 5. Dat is voor jullie natuurlijk dikke duim. Maar voor wie is het ook een dikke duim? Voor jou. Voor mij, voor mijn lesgeven. Wow. En boven de 8, 9. Nee, jij hebt geen 10. Jij hebt een. Jaap heeft een 9. Ik begin gewoon even met het laagste cijfer. Dat is dan 5. Ja, het is echt. Dat is het. Een 5. En daarna heeft iedereen allemaal boven de 8, 9. En een 5 is. Java. Jij hebt een 5. Dus. Ja. Jij hebt een 5. Hoe dan? Maar wel... Ja, wat de fuck, meneer. Heeft u wel goed nagekeken? Ja, zeker goed nagekeken. Ja, hoor. Ja. Maar je bent... Maar een 5... Hoe lag mij zelf dan? Oh, Java, zo erg is een 5 er ook niet. Wat moet ik toetsen, Java? Stijn, 9. Britt, 9. Ibren, 9. Grace, 9. Stefanio, wat denk je? Ik denk een 10. Nee. Nee, nee. Maar ook een 9, man. Oeh! Ja! Je moeder zal trots zijn. Je moeder zal trots zijn. Oh, ja, leuk. Anita heeft een 8,5, volgens mij. Ja, 8,5. Meneer! Heel knap. Hoe kan zij 8,5 hebben en ik een fucking 5? Ja. En wie willen we weten? Ja, Bing heeft ook een 9. Dus je hebt een 9. Jij hebt een 8,5. Maar het is toch geweldig. Wie heeft er een 10? Nou, die ik... Heb ik die 10? Nee. Nee, jij hebt ook goed, maar je hebt ook een 9,5. Ja, het is ongelooflijk. 9,5, 8,5. Ik was echt helemaal blij. De 10 is van Roemi. Ja. Hou je bek. Dat vind ik echt... Nee, ik ben er heel blij mee. Kijk.
Een 10. En meneer, en dan komt door die mentorles, want het was zo fijn om gewoon hornaatjes te spelen. Dat heeft er echt voor gezorgd dat mijn blik en mijn kijk naar u is gewoon compleet veranderd. Dat zou kunnen. En ik respecteer u daar. Nou, dankjewel. Ik vind het echt een gekke 10. Hij lult. Nou, maar ik vind het toch knap, toch? Een 10. Heb je dit geleerd? Dat heb je helemaal zelf uit je hoofd geleerd, hè? Iedereen krijgt een hele dikke duim. En ik ben er heel erg blij mee. Ik hoop dat we op deze manier door kunnen gaan. Want dan wordt het... Ja, voor jou dan ja, maar niet. Maar dan wordt het wel een appeltje eitje, het examen. Als we zo lekker doorgaan. En het was een leuke stof, toch? Of niet? Ja. Het was een leuke lesstof. Terwijl vorig jaar is op deze lesstof juist heel slecht gehad. Nou, heel goed. Ja, van laatste woord. Hey, dat is zo grappig. Ja, maar het laatste woord. Kan je opnieuw nakijken, want ik geloof niet dat ik er 5 Nou, dat heb je wel. Dank jullie wel. En op naar de volgende. Op naar de volgende. Toets. Ja, toets. Heb jij ook wel eens een 10 gehaald? Laat het me weten. Abonneer, deel en like. En tot de volgende week. Hoi.